In dit handje grond zitten al zo gauw 5000 soorten bodemdieren. Bissenbedden, slakken en spinnen, ze hebben geen aaibaarheidsfactor, maar ze zijn wel extreem belangrijk voor het gezond houden van de bodem. En daarom wordt er deze week extra aandacht gevraagd voor bodemdieren. Ecoloog Vroukje Rings lijkt hier alleen rond te lopen. Maar eigenlijk loopt hier nog veel meer rond. Ah, kijk. Hier zie ik al wat. Hier loopt echt een hele grote loopkever. Heel mooi. En zo lopen er nog veel meer dieren om ons heen. Neem een handje grond. Kijk, we nemen hier zo'n handje. In dit handje grond zitten al zo gauw 5000 soorten bodemdieren. Als je optelt hoeveel verschillende beestjes of organismen erin zitten... Nou, dat is al gauw een paar miljard, dus zeg 8 miljard. Dus meer dan het aantal mensen op de hele planeet. En tijdens de Bodemdierendagen kan iedereen op zoek naar de beestjes. Zo wil de organisatie erachter komen welke dieren de bodem gezond houden en hoe het met ze gaat. Helemaal na zo'n droge zomer, want ook daarvoor leveren ze nuttig werk. En dan is het weer fijn dat er organisch materiaal, dus oude stukjes blad bijvoorbeeld, de bodem in zijn getrokken. En dan krijg je een soort buffer, dus er zit er wat water aan dat organische materiaal en dan kan de bodem veel beter tegen de droogte. Het gaat niet alleen om pissebedden en mieren, maar bijvoorbeeld ook over deze salamanders. Ze zorgen er allemaal voor dat onze grond vruchtbaar blijft. Ze zijn dus erg nuttig en niet eng. Dus hoopt Vroukje dat iedereen meehelpt met zoeken. Ga vooral je eigen tuin in en kijk hoe het met het bodemleven in jouw tuin gesteld is.